Yo, kijk van GamerMax, vandaag weer een nieuwe Mindtopia video, mensen. Vandaag zijn wij in Gradle, en ja, dat betekent maar één ding. We hebben iets in Gradle, nieuws erbij. En hier staan we bij het Picomeer, kijk hier, Picomeer. Dit is een Picomeer. Nou ja, daar gaat het helemaal niet om vandaag. Zoals jullie weten, dit is mijn huisje, en hier heb ik een appartementencomplex laten bouwen, een luxe appartementencomplex. En dat ga ik jullie vandaag laten zien in deze video. Nou, gaan we beginnen. Nou, dat is gewoon de buitenkant. Dat ziet er gewoon nice uit voor de buitenkant. Trouwens, ik ga één ding zeggen. Het zijn dure dingen, want je ziet het. Daar woont Duffy, daar woont DJ Skin. Daar woont Samsung, daar woont Delvin. Daar woont Serudot. Daar woont... ja, hier woon ik. Daar woont, ik heb geen idee. Ja, de rijke buurt noemen ze dit ook al van Gradle. En je hebt een heel mooi uitzicht vandaag dat het vrij prijzig is. Maar ja, dit is de voorkant. Hier kom je binnen. Hier kan je zien wat de prijzen zijn. Kijk, van 1, 2, 3 A, dat is 150k. 4 A en 5 A zijn 160k. En de special 6 A is helemaal bovenaan, is 175k. Wil je er eentje kopen? Alvast laat een boekje hier achterin met je contactgegevens. Dan heb je een paar die zo. Nou, gaan we direct naar appartement 1. Natuurlijk de allerlaagste. Maar je ziet, het zijn subplots. Ik kan zelf niks. Je hebt in principe nog een mooi uitzicht, maar ja, dit is verdieping 1, dat is niet het allermooiste, laat het zo zeggen. Je hebt gewoon een mooi appartement, gewoon alles erin wat je nodig hebt. Kisten voor opslag, je kan er natuurlijk extra laten plaatsen, je kan een armbestand laten plaatsen hier ofzo. Maar dat kan je allemaal extra laten plaatsen. Nou ja, zoals je ziet, een mooi uitzicht en je woont in de rijke buurt, kan je dan zeggen. Dus dan kan je zeggen, ja, ik woon in de rijke buurt van Gradle. Nou, van heel mijn top eigenlijk. Tweede verdieping, ook 150k. Zit jou iets hoger, kan je echt al heel mooi uitkijken hier zo. En dan alleen deze kant kan ik niet mooi uitkijken, maar dat komt bij de volgende verdieping wel. Nou kijk, deze kan je nog net niet helemaal uitkijken, maar hier zit je alweer hoger. Kost nog steeds 150k. Dit vind ik zelf wel een fucking mooi uitzicht. Kijk hoe ver je kan uitkijken naar dat. Dus gewoon, als je hier kan uitkijken, dan heb je gewoon een fucking nice huis. Hier kun je ook mooi uitkijken. Zo naar de HTC, naar die toren. En dan gaan we naar de iets duurdere, want dan kan je zo... Wat zeg je nou, maar ga je zien waarom? Kijk, hier kan je heel mooi over het plein van... Ja, mijn render distance haalt het nou even niet. Kan je heel mooi over het plein van Gradle uitkijken, de inkoop en zo. En hier zit je echt heel mooi boven die huizen, kan je al uitkijken. Kijk, hier zit daar het advocatenkantoor nog, de rechtbank. De boten dingen. Je kan hier echt heel ver kijken. Je ziet alle huizen hier zo. Dus je zou hier maar staan. 160k kost deze. Dan gaan we naar de volgende. Die kost ook 160k. En hier kan je echt nog mooier kijken zo. Kan je echt veel zien. Deze appartementen zijn een beetje, ja, voor de locatie. Laat zeggen, het gaat niet omdat het heel mooi is aan de binnenkant, maar het is de locatie waar je zit en waar je op uitkijkt. Dus ja, ik denk vooral dat alleen de rijke mensen hier iets gaan kopen. Dus ja, je mag van mij een appartement kopen, maar doe het alleen als je het, als je ook echt gewoon overbodige geld over hebt. En niet als je maar 160k hebt, dat je hier 160k aan gaat besteden. Nou ja, dit is gewoon al heel mooi uitzicht. En dan gaan we naar de allerlaatste mensen. 6a, 175k ook, zoals je hier al kan zien. Je kan gewoon op het traphuis, ga je ook wel uitkijken overal. Is, je hebt hier kisten natuurlijk, je kan hier zo uitkijken over echt gewoon dit huis, dat gewoon, over alles kan je uitkijken hier in dit appartement. Daar natuurlijk HTC weer, dit dat. Nou, je kan hier echt gewoon heel mooi kijken over het hele meer. En dan kan je daar het bouwbedrijf wel zelfs zien. Daar. En dit vind ik zelfs het mooiste stukje om, ja, gewoon qua uitzicht. Je zit gewoon echt hoog. Kijk hoe hoog je zit, mensen. Je zou maar hier wonen. Dat zeg ik. En het allermooiste van deze hoogste verdieping is dat je dit kan doen. Oeh. Dat is het allermooiste van die verdieping, vind ik zelf. Ja, die kost ook 175k. Maar ben je geïnteresseerd in eentje, dan moet je even een brief achterlaten. Ik denk dat het wel snel gaat, dus wees op tijd. En was dit eigenlijk de video, mensen. Dit wil ik jullie even laten zien. Appartementencomplex. Het telt natuurlijk voor level. Het is een plot gewoon. Het telt voor je level. En ja, bedankt jullie voor het kijken. Tot de volgende keer.